kunnen we weer binnenkort nieuw werk van je verwachten. Nou ja, we zijn toevallig vandaag hebben we de gesprekken afgerond. We waren in de studio bezig met nieuwe stukken. We gaan ook echt 12 nieuwe stukken zijn we mee bezig. En we hebben er een paar hebben we eraf. En er zitten wel een paar klappertjes tussen. Maar het wordt echt allemaal nieuw werk. Geen covers, geen dingen meer. Ik sta natuurlijk wel bekend vaak om de Alex even wat gecoverd of wat dingen. Wat er heel goed aanslaat. Hè? Want laten we eerlijk zijn, de zalen staan ermee op de kop. We gaan nu ook, ik heb ook natuurlijk wel eigen liedjes, maar... We willen toch naar het eigen feestgehalte, eigen feestrepertoire, om dat toch wel in een beetje eigen jasje te gaan brengen. Ja. Ik zie natuurlijk heel veel in het buitenland ook. Hè? Oostenrijk, de apres-ski. Ik laat altijd een paar medleys maken van liedjes die op dat moment echt wel in zijn. Ja, die doe ik dan ook. Want de mensen zitten toch wel te wachten op ook leuke nieuwe dingen. En ik ben altijd up-to-date. Dus dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En ik vind ook dat je altijd gewoon vooruitstreven moet zijn. En altijd iets nieuws moet brengen wat een ander net weer niet brengt. En dat, ja, dat ben ik te laat. Daarom denk ik dat ik ook al, wat je zei, misschien bijna 20 jaar volop aan het werk ben. Altijd mijn agenda goed gevuld. Dus omdat ik altijd wel iets nieuws breng en iets misschien ook wel verrassend inderdaad. Ik heb natuurlijk in Bollian gewerkt, daar ben ik begonnen hè, in Amsterdam. Daar leer je draaien en zingen tegelijk en uiteindelijk is dat die combinaties wel leuk. En dat maak ik ook wel een beetje waar in het land. Als er een keer iemand komt, ik wil een liedje van Hazes horen, zing ik een liedje van Hazes. Is een keer een liedje van Dreetje Hazes, zing een liedje van Dreetje Hazes. Het kan allemaal tussendoor in mijn setlijst. Dus ik kan eigenlijk, mijn repertoire bestaat uit 500 nummers. Waar altijd sowieso een nummer of tijdens een optreden nummer 6-7 van mezelf. Aangevuld met een medley of een paar dingen van iemand anders. Ik laat het over het algemeen, net zoals van die medleys, laat ik het zelf maken. Want die band moet wel kloppen, weet je. Dat is net de level die je dan zit. Is net weer verschillend. Dus dan laat ik echt wel de hele medleys helemaal opnieuw in elkaar draaien. Met ander koorwerk erop. Eigenlijk misschien nog wel vaak iets dikker als de echte band. Want je kan natuurlijk nog wel iets vetter maken als dat het echt is.